vandaag zijn we natuurlijk weer op de proefeten, 29e editie alweer en het is mooier dan ooit. Ja, de sfeer is gewoon alweer als van ouds. Het is fantastisch. Ik vind het heel groot. Ik vind het fantastisch, de aanloop en de mensen die er allemaal aan meedoen. Hè. Dus bijna alle bedrijven doen eraan mee in verschillende categorieën. Ik zie alleen maar eten en eten en eten. Dit is Azi-Italiaan. Het is perfect. We proberen ieder jaar in de basis natuurlijk alle restaurants uit Enschede zoveel mogelijk de kans te geven zich te presenteren. We hebben er ook uitgebreid door een aantal cateraars. En ook dit jaar hebben we uitgebreid met leuke straattheater. We hebben meer podia neergezet. We hebben de Kiwanis staan met de Culibus waar voor kinderen gekookt wordt. Aan Philadelphia erbij gevraagd. We hebben de Weetwatchers. Hè. Je moet toch ook lekker eten, maar ook op het Weetwatchen. Dus we hebben in de breedte meer dingen toegevoegd, zodat het eigenlijk een nog leukere beleving wordt om naar dit festival te komen. De sfeer in Enschede is helemaal te gek. Het entertainment, het hele opzet, de mogelijkheden met de terrassen eromheen. De hele binnenstad van Enschede, die leeft. Het is één groot feest. En daar moet je een keer bij zijn. Omdat volgend jaar de 30e editie is, het 6e Lustrum. En dan gaan we natuurlijk helemaal fantastisch uitpakken. Dan hebben we nog een paar goede ideeën ontwikkeld. We willen nog wel extra aandacht aan de jury nog besteden. En we willen ook qua amusement ja, echt een editie neerzetten om nooit te vergeten. Het is gewoon een gebrek aan je opvoeding. Als je niet komt hè, volgend jaar,